Wat zijn de verwachtingen voor deze week? De verwachtingen voor deze week zijn een milde chaos. en veel creativiteit. Maar dat is altijd aan elkaar gekoppeld, denk ik. Zonder een kleine chaos, no creativity. Hè, Volker? It's true. En wat denk jij? Het is mijn eerste keer, ik ben nog een beetje een maagd. Een maagd, man. Ik ben nog een beetje een maagd, dus ik denk dat ik nog niet kan... Wel, dan moet ik zeggen, dat is erg lang geleden. Ik ga het allemaal op... Ja, dat is het verschil tussen een jonge man en een... Ja, dat is waar. En een man met levenswijsheid. Ah, voilà. Dat is helemaal zeker. En voor de rest zijn er bijzonder veel projecten binnengekomen van studenten. Dat vind ik wel de max. Omdat je voelt dat, dat als je projecten oplegt, dan schrijft er iemand in. En als je vraagt van stel zelf projecten voor, wat ik wel niet verwacht had eigenlijk, dat er ineens een hele stroom projecten binnenkomen. En dat vind ik wel super gemaakt. Dat wil zeggen dat muzikanten en jonge mensen die er zijn, zelf iets willen maken. Dus ik denk conservatoria. Here we go, wij gaan zelf maken en wij gaan niet meer reproduceren. En dat is ook het onderwerp van laboratorium, van zelf te maken. Dus we hebben ook weinig projecten op voorhand vastgelegd, die moeten gebeuren. Buiten zoiets gelijk de sonate van Kurt Schwitters, omdat dat iets is waar dat iedereen kan verenigen. Maar voor de rest zijn het allemaal projecten die door studenten zijn voorgesteld. Waarin dat er sommige heel vaag zijn. Ja, maar het is wel, je voelt wel, wij willen iets doen. Wij willen zelf iets maken. En ik denk dat, dat we dan daarna de naam van conservatorium kunnen veranderen. So, let's burn the conservatory. Als iedereen zelf maakt, ja, dan gebeurt er iets anders. Dan is het niet meer conserveren of niet meer reproduceren, maar dan is het produceren, zelf maken. Dus een deel van de single mogen dus afbreken op het einde van de week. Ja, dat hopen we eigenlijk. Dat er toch een... Ja, dat ik het voelt dat er toch een stuk creatieve energie losbarst. Wij willen iets maken, hè. Niet meer blijven reproduceren wat er is. Als je ziet in een conservatorium, misschien 5% wordt besteed aan het maken van de dingen. Ja, dat zou wel andersom moeten zijn, hè. Je zou 90% moeten spenderen aan maken. En dan kun je nog 10% overhouden om te reproduceren. Dat zou wel een fijne gedachte zijn. Oké, okay, dank u.